Hey, goedemorgen. Enrico, goedemorgen. Is het nog morgen? Het is alweer middag. Het is alweer middag. Hey, we zijn hier bij Smith & Nephew en wat gaan we eigenlijk doen? Misschien moeten we eerst even elkaar even voorstellen. Of dat we dan onderling al even afspreken wie voorstelt. Want we hebben al een keer samengewerkt natuurlijk. Zal ik jou eens... Ja, doe eens kijken of je me kent. Links naast mij, Leon Meijer van Fysiosportief. We hebben vorige keer al eens podcast opgenomen over letsel aan de heup, hoe we dat behandelen. En daar kennen we elkaar van. Verder wonen we te ver uit elkaar om bij elkaar op visite te gaan. Ja, en we hebben allemaal een gezamenlijke hobby. Ja. De bastard, hè? De grote Kamado. Ja. Maar ik ken jou natuurlijk als grote heupman in Nederland, zo mag ik dat wel een beetje noemen. En met heel veel verstand van nieuwe heupplaatsen, problemen binnen een heup, gewricht, liesklachten. Je werkt heel veel samen met fysiotherapeuten, denk ik ook. Onder andere met onze grote vriend Igor Tak, die ook in de podcast zat. En toen hebben we gedacht van, ja, wat gaan we dan nu doen? We gaan nu eens een keer een heupscopie. Daar wilden we eigenlijk een podcast over maken. Maar het was, in jouw idee, gewoon veel mooier om eens even te kijken in zo'n gewricht. Wat gebeurt er allemaal? Ja. En dat is eigenlijk de reden geweest dat wij hier nu staan met Smith & Nephew. Om te kijken van, hey, hoe ziet zo'n rondje heupen nu uit? En stel dat je, we gaan even wat letsels doornemen, onder andere het labrumletsel van de heup. Hoe kunnen we dat weer maken? En een CAM lesie, dus het impingement van de heup. Nou, dan hebben we volgens mij een mooie schalen aan letsels behandeld. En dat doen we in 3 stukjes film. Eens? Ja. Is het een idee om, eigenlijk is het jouw idee, Enrico, dus ik roof hem even voor je voeten weg. Is het een idee om de mensen even te laten zien van hoe gaat nou zo'n heupscopie en hoe ziet het er van de buitenkant af? Want we zien hier wel een element liggen. Hey, ik weet niet eens wat bovenonder is, dus dat je me dat even uitlegt. Nou, ik kan in ieder geval even uitleggen wat er allemaal rondom de heup zit. Waar je doorheen moet, waar je even op moet passen. Zullen we dat doen? Wat wel en niet kan. En dan gaan we daarna een begin maken met de kijkoperatie. Nou, fantastisch idee. Ik pak even een camera erbij en dan leg maar eens even uit waar we tegenaan kijken. Ga je gang. Dit is de heup. En dit is eigenlijk gewoon het bovenbeen. En hier zie je de knie. Dan weet je dat dit beneden is. En dan zit aan die kant het hoofd. En als je een kijkoperatie in de heup doet, dan liggen de mensen eigenlijk ook zo op hun rug. Met de heup naar de orthopee toe. En we draaien eigenlijk de knie wat naar binnen, zodat die kop eigenlijk een beetje naar achteren toe wegdraait. Het voordeel is dat je dan voorin ruimte krijgt. En verder trekken we hem een beetje uit de kom, zodat we makkelijk met instrumentarium daarin kunnen. En waar je eigenlijk op oriënteert is deze knobbel. Dus die kan je aan de buitenkant goed voelen. En wat je dan ziet is, als je bij deze knobbel ziet, heb je daar ongeveer 2 vingers daarboven het heupgewricht zitten. Je kan je ook oriënteren op deze knobbel, de Sias. Meestal zit dan 2 vingers daaronder, zit het heupgewricht en dat klopt. Dat teken ik altijd af, die teken ik af. En dan heb je verschillende spieren waar je doorheen gaat. En een van de spieren die daar zit, is de grote bilspier. Ja, die kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. En daarachter zitten nog 2 kleinere bilspieren. Dit noem je de gluteus medius, die zit in het midden. En is de allerkleinste, dat is de minimus. En die hecht eigenlijk op die knobbel aan. En dan komt daaronder eigenlijk gelijk al het kapsel. En daarboven overheen loopt de tensor. Hè. Dat is een spier die samen met de bilspier eigenlijk de grote pees naar de knieën aanstuurt. En achter de tensor loopt de sartorius die helemaal naar de knie gaat. En dan helemaal diep weg, dicht op psoas. Dat is eigenlijk de spier die vanuit de rug komt en over de heupkop heen gaat. Dat is een buigen van de heup. Je kan niet zomaar overal naar binnen bij een heup, want je moet namelijk oppassen voor als je te ver naar achter gaat, dan heb je de beenzenuw. En als je te ver naar voren gaat, krijg je ook een beenzenuw en de bloedvaten. En dat wil je niet beschadigen, dus eigenlijk in dit stuk kan je veilig met je apparaten naar binnen, zonder dat je schade maakt. Nou, laten we het maar eens doen, denk ik. Hè. Neem ons eens mee in de wereld van de heup. Nou, dus wat ik net al zei, dus als je die heup naar binnen wil, dan moet je hem uit de kom halen. En dat controleer je met de röntgendoorlichting. Dat hebben we hier nu niet bij, maar je kan voelen dat die eruit is. Vervolgens moet je
dan zorgen dat je in dat heupgewricht komt zonder dat je met je naald schade maakt. Dus je moet geen schade maken aan de kaak van de kop. En je moet eigenlijk ook niet dwars door het labrum insteken, want dan heb je een nieuwe scheur. Dus wat je op die röntgenbuis ook kijkt, is je positioneert daar op je naald zodat je mooi in het gewricht komt. Dan heb je echt zeker weten dat je de goede plek zit. En dat moet ook makkelijk aanvoelen. En dat doen we met een, we prikken het in eerste instantie aan met een naaldje. Dan gaan we naar binnen en als dat makkelijk aanvoelt, dan zit je goed. Ja. En als het stopt, dan zit je niet goed. Dus dan loopt hij ergens tegenaan. Nou, je ziet dat deze dan makkelijk naar binnen glijdt. Goed. Ja. En dan kijk je nog een keer op de doorlichting of je goed zit en of je dan, als je denkt van nou, dat is de goede plek, dan kan je de binnenkant van de naald eruit halen en dan doe je daar een voerdraad overheen. En die controleer je ook nog eens een keer of die goed zit. En dan over die voerdraad gaat een trokaar. En een trokaar is niks anders dan eigenlijk een buis waardoorheen je instrumenten kunt. Iets een groot aantal millimeters om dus iets in te brengen. Die heb je van, je hebt ze van 4 millimeter, je hebt ze van 5 millimeter. Dus je moet ook ongeveer die ruimte hebben. Ja. Want anders maak je ook met deze buis weer schade. Gaat deze er overheen en dat moet ook weer gemakkelijk naar binnen gaan. En dan steek je die kort erin. Niet helemaal naar binnen, want je weet nog niet goed waar je zit. En je wilt zo min mogelijk eigenlijk geen schade maken. Hey, even een ander verhaal, hè? Want jij drukt me zo naar binnen toe. Je vertelde net iets met tractie. Heb je dan een iemand staan die aan dat been trekt? Of hoe? Want je hebt een bepaalde ruimte nodig om het gewricht een beetje makkelijk benaderbaar te maken. Daar heb je een speciale tafel voor, dus de tractietafel. En dan, er komen geen mensen handen aan te pas. Nee. Er staat niet iemand. Nee. Er liggen mensen eigenlijk met twee benen vast, hè? En er zit tussenin zit een paal die omwonden is met zachte stof, ja. Ook speciale palen daarvoor. En wat je doet is eigenlijk, je trekt aan allebei de benen en aan deze trek je zo lang totdat je ruimte hebt. Ja. En waarom trek je aan allebei de benen? Als je alleen aan deze trekt, dan trek je gewoon om de paal heen. Ja, hè? Dus vandaar dat je het aan allebei de benen doet. En je geeft ook ietsje een beetje een buiging in het been, hè? Dus ook weer om die kop wat naar achter te krijgen. Okay. Ja. Nou, nu hebben we toegang en dan kunnen we kijken of we goed zitten. Dat is wel mooi, want het is natuurlijk gewoon scopisch, hè? Dus je hoeft geen grote sneden, geen grote... Nee, nee. Het is echt kijken. Ongeveer een sneetje van een half tot 1 centimeter. Centimeter, ja. Ja. Top. Goed, canule zit erin, Enrico, begrijp ik. Dus nu gaat het feestje los met een enorme lichtbundel. Ja. Zie ik. Dat is een scope. Dat is de kijker. Ja. Die geeft licht en je hebt camerabeelden. En dan zit je midden in de heup. Geeft ook gewoon, is er eigenlijk een zaklampje in het heupje nu? Ja. Ja. En wat je dus, dan zitten we ook gelijk goed, want we komen mooi midden in de heup uit. En midden in de heup zie je de kop liggen. En dan zie je zo'n stukje weefsel liggen, dat is eigenlijk het ligament, dat is het ligamentum-teres. En daarmee zit eigenlijk die heupkop vast in de kop. Dat begrijp ik, ja. En dan zie je daar, bij dat ligament zie je een gat, dat is de fovea, dat zit er ook altijd. Daar zit vetweefsel in. En dat ligament, dat ligt eigenlijk als een soort slang in je heupgewricht. En dat, ja, dat wordt een beetje opgeslagen in die fovea. En eigenlijk is het zo dat als je die buigstand en die naar binnen draaien hebt, dan is het ligament het slapst. En het ligament spant op als je in strekstand bent en de voet helemaal naar buiten draait. En dat kan je ook wel voelen als je zo gaat staan, dan heb je een hele stabiele heup. Maar omdat we nu zo gedraaid hebben, ligt die lekker ontspannen. Ja, ligt ontspannen. Het ligament kan ook kapot zijn, en dus dan heb je een ruptuur. Dat gebeurt natuurlijk wanneer je bij luxaties. Ja. En je ziet ook wel als je ouder wordt dat het langzaam degeneratief wordt en dat je daar kapot zit. Nou, dan heb je hier, kijk je voorin naar de driehoek tussen de kop, onderin het labrum, en dan zie je daar het kapsel. En dat wordt eigenlijk de portal, dan ga je je portal aan de voorkant maken. En die maak je onderzicht, dus dat is veilig. Nou,
waarom wil je daar een portal hebben om gereedschap in te brengen? Ja, want je moet eigenlijk je moet door één portal werken en naar de andere kijken. Ja. Best nog wel zicht, hè, zo als je met die tractie dan. Of niet? Ja. Dan komt die laan. Je moet met het kapsel. Stop. Je daar zo naar binnen en dan moet je zorgen dat je in ieder geval onder dat laan komt. Hè. Dus dat je er niet doorheen steekt. Nee. Dat je er netjes onderdoor zit. Dan zit dat goed. En dan doe je eigenlijk weer hetzelfde als bij de andere. Dan gaat die voerdraad eroverheen. Eigenlijk allemaal een stapje. Eerst één keer aantrekken met een klein draadje, nog een draadje eroverheen om er uiteindelijk weer een kanule in te brengen. Ja. Waar je iets in kunt brengen. En dan komt die kanule erin, ja. En die druk je dan eigenlijk zo mooi onder het laarbon door. Je hoeft hem niet helemaal in het gewricht te drukken, dit is genoeg. Je moet er even door zijn, door het kapsel. En dan komt de volgende stap, dan heb je nu twee kanules, alleen die kanules die werken niet lekker. Die hebben maar een beperkte beweegkant. En eigenlijk wil je dat hele gewricht van voor tot bovenin, daar wil je kunnen zijn. Ja, want zo'n scopie die jij doet van zo'n heup, heel veel mensen denken van ik verzin het eventjes zo. Je hebt een labrumletsel en dan duik je daar in één keer op en dan fix je dat en is het klaar. Maar dat is eigenlijk niet het plan volgens mij. Je maakt echt een rondje. Ja, je gaat in kaart brengen, feitelijk van, het labrum kan wel stuk zijn, maar misschien is er nog meer aan de hand. Ja, je hebt uiteraard heel veel op de MRI al gezien wat er kapot is. Dus, en vaak is de indicatie, die FAI-heupen waarbij je dus een impingement hebt, kapot labrum en een cam. Maar er kunnen ook andere dingen zijn. Dus je kijkt altijd eerst even van wat er aan de hand is. En waar je met name dan naar kijkt is eigenlijk het kraakbeen, want je wil weten of dat goed is. Want kraakbeen, als dat kapot is, dan kan je niet zo heel veel aan doen. Alleen daar hebben we nog niks voor. Elke maandagochtend zet jij er nog steeds een nieuwe heup in, hè? Ja, omdat heb ik onthouden, hè? Ja. Podcast nummer 3. Omdat we nog geen oplossing hebben voor kraakbeenletsels. Ja, dus wat je wil doen is eigenlijk die ruimte in dat kapsel, die wil je groter maken. En dat doe je met een mes. Dat gaat naar binnen. En dan moet je eigenlijk aan die voorkant moet je zorgen dat je die kapsel toen in eerste instantie zuinig maakt. Want aan de buitenkant loopt een versteviging van het kapsel, die ook zorgt voor die voorste stabiliteit. Nou is het vaak bij mannen is dat minder van belang, hè, omdat die vaak stijve heupen hebben. Maar vrouwen die hebben een bepaalde laxiteit. Dus je wil eigenlijk zorgen dat die de stevigheid van het kapsel, dat zoveel mogelijk intact blijft. En die pees die loopt eigenlijk in deze richting. Ja. Ik maak meestal die capsulotomie ook in deze richting. Je kan hem ook zo maken, dan heb je dwarsruimte, kan je makkelijk werken. Maar bij vrouwen maak ik hem heel bewust in deze richting. In het begin niet te veel, want je kan hem altijd nog weer groter maken. Ja, het is dit mesje is een beetje. We werken natuurlijk met een dummy, dus. Het is goed voor gezond wezen, dat is een beetje rug. Kijk. En heb je hier goed zicht. Je kapsel. En dan vaak kan je door die kapsel heen je psoas aan die kant zien zitten. En daar wil je zoveel mogelijk bij weg blijven. Want als je die psoas irriteert, dan is je resultaat ook gewoon veel slechter. Nou, en als we nu dit hebben, dan willen we weten van nou zit deze nu goed. Want dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Dus dan gaan we wisselen van portal. Dus dan gaat hier weer de trokaar in. Mes eruit en dan wisselen we van de zaklamp naar de andere hoek. De zaklamp in de andere hoek en dan kijken we van vooruit waar we hier zijn. Oh ja. Dat doen we dan boven het laam. Ja, wacht even, maar je kan het knippen, Leon. Ik kan het knippen hoor. Dus even ietsje beter eronder drukken. Hier weer op. Dus dan wisselen we van positie en dan kijken we hier of we de camera kunnen vinden. En dan zit hij daar. Ja. En dan zie je dat hij eigenlijk heel fraai onder het labrum is gestoken. Ja. Dus niet dat hij daar
Nee. Nou, dan zijn we daar tevreden over en dan maken we daar ook de capsulotomie. Die maak ik altijd wat groter, omdat dit gedeelte van de capsulotomie is het belangrijkste voor mij. Omdat ik daardoor de camera, daar zet ik de camera in en die wil je eigenlijk alle kanten op kunnen, bewegen. Nou, die maak je parallel aan het labrum. En dan dwars op die vezels. Je hebt best nog wel zicht hoor, vind ik wel, in zo'n heup, hè? Nee. Zeker. Ja. Zo'n patiënt komt hier, als hij een heupscopie doet, komt hij met 2-3 gaatjes. Ik zie ook een scherpe mes. Het is toch handig dat je assistent erbij hebt, af en toe... Als je dit zo even sluit en we zijn klaar, is dat, wat merkt de patiënt daarvan? Die gaatjes? Er zijn minimaal kleine gaatjes. Afhankelijk van wat er gedaan wordt natuurlijk. Ik probeer wel dat kapsel ook weer te sluiten. Te hechten. Ja. Dan vraag je het mij of ik wil. Kijk, kun je het mooi zien? Dan kan ik het mooi zien, hè? Kijk even. Ja, dat is ruim zat. Hè? Dit maak je zodanig dat je eigenlijk bovenop de laam kan kijken. En dan afhankelijk van hoeveel je naar achteren denkt te moeten. Dan zie je daar de spier doorschemeren. Als je de kaput reflexen van de rectus ziet, hè, dat kan je dan vaak als een witte P zien. In dit model is dat niet, dan weet je dat je bovenop al staan moet. Dus dan is dit nog in het midden van de huid. Ja. Ja? Ja. Nou, dan heb je die capsulotomie gedaan, dan wissel ik weer. En dan gaan we een rondje maken. Maar je kan hier vast een rondje maken, want je kan vanuit de voorkant prachtig achterin de heup kijken. En dan hebben we de... om de instrumenten te wisselen heb je een soort halve pijpen, noem ik dat altijd. Mag ik die van jou? Een halve pijp. Ja, die. Ja. En dat apparaat dat kan je over die instrumenten schuiven en dan kan je heel makkelijk weer wisselen. Port eroverheen wisselen we van positie. Ja? Ja. Wat ik nu in eerste instantie doe is ik zal even achterin gaan kijken omdat we toch zitten. Dat doe je met de tasthaak en eigenlijk doe ik dat meteen met de weerwolf, want dan kan je ook meteen aan het werk als het moet. Wat je steekt een weerwolf? Denk ja. Een weerwolf is eigenlijk een radiofrequent apparaatje wat bloedvaatjes dicht kan sissen en wat weefsel kan shrinken of weghalen. En er zit ook een zuigsysteem in. En je kan het als tastzaakje gebruiken. Dus je kan het weefsel aftasten. Nou, wat je hier nu ziet achterin. Ja. Het ziet er niet goed uit, Rico. Het ziet er niet goed uit. Dit is een kruikbeenletsel. Dus die heup is gebruikt. Dit is geen rijk bezit, zullen we maar zeggen. Nee. dit is nou waar we niks aan kunnen doen. Nee. Je kijkt nu ook tegen de onderkant tegen de bot aan. Ja, dit is de heupkop. Ja. En dit is echt achterin het posteriore labrum en dan test je of dat goed gefixeerd zit. Ja. En dat zit netjes en dan druk je daar zo'n beetje tegenaan. Dat is mooi stabiel. En als het niet stabiel was, dan zou je dat kunnen luxeren. Ja. Ja. En dan zie je vaak dat hier een op die overgang tussen laam en staam, dat daar irritatie zit. Dus achterin hebben we een kraakbeenletsel. Hey, maar dat labrum, wat is dat labrum? Is dat een... Dat labrum is eigenlijk een soort ring van bindweefsel die rondom de heup heen zit. En het idee is dat eigenlijk de heup
kom afsluit, zodat er zoveel mogelijk gewrichtsvloeistof tussen die kop en kom blijft. Waardoor die heup gesmeerd blijft. Een beetje stevigheid. En geeft wat stabiliteit. Ja. Samen met dat kapsel. Ja, ja. En je ziet ook dat bijvoorbeeld bij een heupdysplasie, als dat in een instabiele heup, dat die vaak een groter labrum hebben dan een protrusieheup die helemaal door het acetabulum wordt gevat. Ja. Maar doordat dat een fragiel weefsel is, kan dat kapot. Het zit helemaal goed aan. En hier naar voren toe. En dan test je zo dat labrum af. Nou, dan zie je hier op de kop ook een kraakweerletsel. Ja. Dat is een beetje mijn heup, denk ik, hè? Zo rond de 48 jaar jong. Ja, denk ik wel. Ja. En dan ga je helemaal naar het midden en dan kijk je of ligamentaris kapot is. Dat is een belangrijk bandje of niet? Ja, dat zorgt ook gedeeltelijk voor de stabiliteit van de heup, maar wat het eigenlijk doet, weten we niet zo goed. Want het ligt er eigenlijk slap in. Het is als een soort slinger ligt het in het heupgewricht, waarbij het eigenlijk in de kom heel laag aanhecht en op de kop centraal. Wat ik al zei, dat het enige moment dat het echt opgespannen staat, is in hyperextensie met de voet naar buiten. En als je de voet naar binnen hebt en het been in buigstand, dan is het heel slap. Maar ze hem eraf halen, wat dan? Dat weten we dus niet wat er gebeurt. Dat weten we niet. Het wordt wel gedaan bij kleine kindjes. Vroeger toen we met heupdysplasie, als die geluxeerd waren, dan werd het ligament eruit gehaald om die heup goed op zijn plek te krijgen. En het is niet zo dat je nou heel veel van die mensen ziet met problemen. Wat nu wel wordt gedaan is als ze bijvoorbeeld bij sporters zien dat er een ruptuur zit, dan doen ze nu wel ligamentum-teres reconstructies. Alleen die zijn heel erg bazaal, hè? Dus dan boor je eigenlijk centraal een ligament door de kop wat je dan daarin vastzet. Ja. Ja, dat is niet zoals het eruit ziet. Dus, nee. Dus ik denk dat we nog meer moeten weten over wat nou dat ligament precies doet en als we dat vervangen, wat voor een effect dat heeft. En zolang dat nog onduidelijk is het allemaal heel erg experimenteel. Maar als ik vroeger de Sabota Atlas even nasloeg, ja, dan werd mij ook verteld dat ligament juist heel belangrijk is voor de voeding, voor de bloedtoevoer naar het heupkopje toe. Ja, met name in het begin. Maar dat stopt na. Na verloop van tijd is dat gedeelte van de bloedvoorziening minder belangrijk. En waar hebben we het dan over? Mijn leeftijd is hier al klaar, denk ik. Het zou best kunnen. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo als je een heupprothese plaatst, ook bij mensen van een jaar of 60, dan het bloed dat vat nog steeds als je dat ligament hebt. Dus okay. Dat blijft wel zitten, alleen de bloedvoorziening die komt meer vanuit de rand van de kop. Ja. Die komt meer daar vandaan eigenlijk. Het rondje schouder wil ik bijna zeggen. Rondje heup. Dat wordt vaak gezegd, het lijkt heel erg op een schouder, maar dat vinden we heupscopisten dan weer niet. Ja, dus dit is achterin en dan als je daar genoeg gekeken hebt, dan ga je wisselen en naar voren. Maar je kan, wat ik meestal doe, is vaak eventjes hier al aan het werk gaan, zodat ik mijn camera daar kan zetten om te kijken of het labrum bovenop kapot is. Ja. Ja? Ja. Ik zal even kijken of dit apparaat ook op plastic reageert. Nee, dat doet het niet. Maar dus wat je hier ziet, dat kan je ook in het echt kijken. Dan kijk je van voren bovenop op het labrum en dan kan je dan de scheuren zien. Dan moet ik even kijken of hier een scheur straks in zit. Maar weer eens even wisselen. Helemaal goed. Dus dan gebruiken we dit apparaat. Hoe lang duurt nou zo'n, stel we gaan er even vanuit dat je een casus waarbij je niet zeker weet wat er aan de hand is, dus, maar dat is wel urgent genoeg om er even in die heup te kijken. Maar goed, eigenlijk kijken alleen doen we natuurlijk nooit, denk ik. Nee. Dus ik moet wel zeker weten dat je dan nog iets kunt doen. Ja. Maar hoe lang duurt zo'n rondje heup? Dat je, ja, ik denk als je... Als je alles een beetje in kaart wil brengen van nou, dit is mis, dat is mis, dat is mis. En dan maak je een plan van aanpak. En dat weet je natuurlijk eigenlijk al, want je hebt MRI al gezien.
die MRI bevestigt misschien hetgeen wat je nu ziet met scope. Ja. Wat is ongeveer het tijdsbestek dat... Nou ja, als je vanaf, dus als je die heup uit de kom hebt, je prikt hem aan. Ja, dan kan je eigenlijk in een minuut of 5 tot 10 dat rondje hebben gemaakt. Ja, want dat, kijk, nu zitten we van alles erbij te vertellen. Maar als ik op elkaar sta, dan doe ik dat natuurlijk niet. Ja, tenzij de patiënt wakker is. Ja. Ja, dus nu kijken we vanaf opzij weer naar voren. Dan gaan we daar het instrument naar binnen brengen. Daar zit hij. Ja. De weerwolf er weer in. En dan hebben we hier een kruiminletsel, hopelijk niet zelf gemaakt natuurlijk. Hè. Nee, dat kun je wel zelf maken als je die tractie geeft, denk ik. Hè? Ja, je kan ook heel veel kapot maken. Kijk. En dan kijk je hier eigenlijk tegen het voorste lava aan. Dus, en wat je hier kan zien is ook weer, eigenlijk met name centraal kan je goed kijken in de heup vanuit deze portal. Een beetje naar achteren. Ja. Maar dan is dat minder goed. En heel mooi naar voren. Dus je kan hier vaak echt tot het ligamentum transversum kijken. En dan heb je hier het voorste labrum. Ja, dan zit daar wat irritatie. Zie ik, een beetje rood, een beetje hapjes eruit. Het kan wel zijn dat daar dan kapot is. Nou, wat je bij het voorste labrum doet, is eigenlijk weer hetzelfde. Dat test je door daar tegenaan te duwen, te trekken. En wat je hier ziet is dat eigenlijk het labrum beweegt en dan zie je ook dat kraakbeen bewegen. Hè? Dat noemen we dan een watershed lesion. Dus dan is eigenlijk het labrum als een behangetje bovenaan eraf gekrapt. En dat heeft dan het kraakbeen meegenomen. Dat is iets wat je met name bij die FAI beelden ziet. De impingement. Ja, dan zit daar, dan gebeurt er dit. Dus dan zit hier de scheur. Ik denk dat hier de scheur zit. Ja. En dan moet je die scheur gaan hechten. Dat wil zeggen dat je er echt bovenop moet gaan kijken, dus daar. Dus nu zitten we boven in het labrum, tussen labrum en kapsel. Ja. En hier zitten we er weer onder. We hebben het rondje gehad. Ja, en dan weten we dat in ieder geval een labrumletsel is. Dat ga je hier zo doen, dus het eerste deel van de, of laten we zeggen het tweede deel van de scopie is repareren wat kapot is in het gewricht. Ja. En dan ga je buiten het gewricht omkijken naar, daar heb je dan de cam deformiteit. Maar goed, we gaan het even opdelen in een aantal stapjes. We hebben nu het rondje heup gehad, dus mensen weten nu van, oh ja, zo werkt het een beetje kleine minimale invasie. Ja. Twee, drie gaatjes van krap 1,5 centimeter. Ja. En we hebben nu in beeld gebracht dat er een labrumnetsel is en die gaan we straks even repareren, altijd proberen te doen. Ja. Nou, top. Oké. Op naar deel 2. Ja. Ik heb er zin in. Vond je het leuk? Zeker. Ja? Ja, het is ook handigheid wat je hebt. Ja. Niet te geloven. hoeveel van die scopieën doe je per jaar? Nou, we hebben dus nu de pandemie achter de rug. Dus dat is wat minder. Maar normaal zo, ja, ik denk zo tegen de 200. Zo. Ja. En ik zeg scopieën, maar je bent dan wel... En dat is 200 scopieën. Maar nieuwe heupen, staat daar helemaal los van? Ja, 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 ja. Dat is gigantisch, hè? Ja, dus meestal... Zijn jonge mensen? Oude mensen? Labrum? Jonge mensen. Ja. Oud? Ja, je kan ook iemand van 60 met een labrumletsel hebben. Net als dat je iemand van 60 met een meniscusletsel kan hebben. Ja. De vraag is, als je dat repareert, of die niet eens meer een vraag, dat weten we ondertussen. Als je dat repareert, dat geneest gewoon niet, want dat is degeneratie. Dat is ook laag. Het weefsel is vervallen. En dat begint eigenlijk een beetje boven de 45, dan worden de indicaties wat zwakker, ja. Omdat het resultaat gewoon niet zo goed zijn. Nee. En als je zo'n labrumletsel hebt, hoe komt die patiënt, we zagen Jan net natuurlijk even uit de auto komen, Rico, hè? Ja. We hebben de mensen niet gezien, daar hebben we ook geen beeld van, maar wat is het typeren voor een labrumletsel? Want we gaan dat straks repareren, is daar een soort van passend beeld bij, passende anamnese? Nou, het is vaak, je hebt twee manieren. Hè. Dus het kan een acuut begin hebben, dus dan is het vaak een valpartijtje. Letsel. Ja, dat zie je bij sporters.
En dat kunnen alle sporten zijn. Dus, en daarna heb je pijn in je lies. En dat, dat denkt de fysio, ah, de liesklacht. Ja. Dus maximaal masseren op die grote spiergroepen daar. Ja, ja. Ja, en dat vlot dan niet? Nee. En wat je ook, dus dat werkt dan niet. Wat je ook merkt is dat mensen hebben dan vaak, als ze zitten, beginnen ze pijnklachten te krijgen. Soms hebben ze een beetje het idee dat die heupje af en toe op slot schiet. Maar pijn is eigenlijk, pijn in de lies is eigenlijk de meest voorkomende klacht. En dan ga je bij een bij onderzoek verschillende tests om dan te denken, nou, is het het gewricht of is het het niet? Nee. Daar hebben we het in de podcast al over gehad. Ja. Doe je onderzoek en dan zie je op zo'n onderzoek wel of het wel of niet een raamletsel is. En wat is jouw workup dan? Met het andere is dat het geleidelijk aan ontstaat en dat zijn meestal de impingement heupen. Dus dat mensen dus door continu dat die kop contact maakt met die kom en waar dat labrum tussen zit, steeds dat irriteren. Steeds irriteert en op een gegeven moment kapot gaat. Dus dat zijn de twee manieren waarop mensen zich kunnen presenteren. Maar uiteindelijk is het allebei pijn in de lies. En als je dan bij jou binnenkomt op de poli, dan lach je even, een kopje koffie, dat soort dingen. Wat is jouw workout? Maak je eens een foto? Ja, altijd standaard denk ik, of niet? Ja, ja. Fotootje ja, maken, dat wel bij, of geen slijtage. Bij orthopedie en dan kijk je naar slijtage, maar dan kan je ook vaak al de cam-deformiteit op zien. Cup zien, de impingement. En dan wil je daarna weten van is er schade in het gewricht? Maak je MRI. En dan maak je MRI met artrogram. En dan kan je vaak. Wat is een artrogram? Dan spuit je eigenlijk een soort contrastvloeistof in. Kun je zien of er lekkages zijn? En dan kan je heel goed onderscheid zien tussen de kop en de kom. Ja. Want die spuit er tussen de kop en de kom in. Ja. En dan kan je kijken of dat labrumletsel heeft. En dat zie je dan meestal als lekkage van het contrast tussen acetabulum en labrum. En er lekt altijd contrast daartussen, want er zitten ook al wel schroefjes in. Dus het is ook altijd wel een specifiek beeld. Het is niet zo dat iedere lekkage ook gelijk een labrumletsel is. Maar wat je dus op een MRI lastiger kan zien, is dat kruidbeenletsel. Want die MRI wordt gemaakt met de heup op de plek. En die kijkoperatie, die doen we met de heup eruit. Met tractie, dus dan ga je veel beter aan dat kraakbeen zitten. Ja. Dus vaak kan je het kraakbeen pas goed beoordelen als je erin kijkt. Ja. Nou, duidelijk verhaal. Wij gaan even een bakje koffie doen, Enrico. Want het wordt voor ons gehaald, denk ik nu. En dan gaan we starten straks met de labrum repair. Ja. Daar heb ik zin in. Dat is goed. Even kijken. Jasper, die... Mooi.